Goedemiddag op deze woensdag. Het is 12 mei. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik was best wel moe gisteren na mijn tripje van de IKEA, maar ik heb er echt onwijs van genoten. En ik kan ook niet wachten om de shoplog op te gaan nemen, want dan kan ik de spullen lekker gaan gebruiken. Dus daar heb ik wel heel veel zin in, maar dat komt maandag pas. Dus daar moet ik nog even op wachten. Ik heb gisteravond de persconferentie gekeken. Ik zit nu momenteel eventjes te kijken naar iets op de muur en ik zie daar iets. Dus dan ga ik eerst even weggaan en dan kom ik bij je terug. Dat was het beestje die nu weg is. De persconferentie. Op zich was hij eigenlijk best wel positief. Althans, het is nog een beetje een slag om de arm. Maar mochten de cijfers laag blijven, mag eigenlijk vanaf volgende week woensdag mag je weer gaan sporten in de sportschool. Je mag weer naar pretparken toe. Je mag weer naar de dierentuin. Je mag weer wat langer op een terras zitten. Maar dit hangt er een beetje vanaf. En als maandag de cijfers toch weer hoog zijn, dan kunnen ze alsnog op de pauzeknop drukken. Maar dat is even een beetje koffiedik kijken in feite. Ik heb er ook wel een beetje gemengde gevoelens bij. Want het is op zich heel erg fijn. Alleen ik vraag me wel af in hoeverre het bijvoorbeeld haalbaar is bij een pretpark. Binnenaccommodaties mogen niet. Dat geldt dus ook voor een dierentuin. Nou, gelukkig heb je bij een dierentuin natuurlijk heel veel dingen die je buiten kunt zien. Ik weet bijvoorbeeld wel dat je in Amersfoort heb je een hele mooie vlindertuin. Nou, die zou je dan niet mogen bezoeken. Die is ook super benauwd hoor. Dus dat is ook, kan je het aan of niet? Dus dat zou niet mogen. Maar kijk naar een Efteling. Een Efteling heeft best wel veel binnenaccommodaties die prachtig zijn. Die je eigenlijk gewoon gezien wilt hebben, denk ik. Ja, en die mogen dan niet. En ik ga er zelf ook niet van uit dat de prijzen naar beneden zullen gaan van parken. Want ja, die hebben de afgelopen tijd natuurlijk ook geen inkomsten binnengekregen. Dus die zullen ook weer willen gaan draaien. Maar ja, als je bepaalde dingen niet mag, weet je, ik heb het al vaker gezegd. De intree van een attractiepark en van, ja, is best wel duur. Dierentuin weet ik zo niet, want daar ben ik al jaren niet meer geweest. Attractiepark overigens ook. Dat is ook jaren geleden dat ik daar ben geweest. Maar ik denk als je daarheen gaat dat je ook wel echt alles uit je dag wilt halen. En als jij natuurlijk flinke intree betaalt en je kan bepaalde dingen niet, vraag ik me af of het voor mensen aanlokkelijk is om daarheen te gaan. Ik weet ook trouwens niet hoe dit zit met eten en drinken. Ik denk wel dat je daar ook op een terrasje mag zitten. Maar ik vind het zelf bijvoorbeeld best wel lekker als ik een dagje naar iets toe ga. Om bijvoorbeeld even lekker een patatje op te pikken of lekker een colaatje te drinken. En ik weet dus niet of dat allemaal kan. Maar goed, voor een gezin is het natuurlijk best wel veel geld, een attractiepark. Ik denk dat er heel veel mensen in deze tijd gewoon echt moeten gaan sparen om überhaupt naar iets toe te kunnen als een park. Dus ik vraag me af of het allemaal, ja, of dit allemaal genoeg is om weer bezoekers te trekken. Maar dat zal het moeten uitwijzen. Dus dat was de persconferentie. Ik had ook lekker gegeten. De snackmasses gekeken, daar gingen ze hamkaaschips maken. Dat was echt super moeilijk. Het zag er ook echt niet lekker uit toen ze die hadden gemaakt. Dus het trok me totaal niet. En daarna vier handen op één buik. Ik had wel weer wat lichte irritatie. Maar goed, dat heb ik gewoon nogal snel. Daar moet ik overheen stappen. Ik vind het altijd wel een heel mooi programma om naar te kijken. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb mijn foto's bewerkt. Die zijn nog niet helemaal af. Want het was best wel, het was niet heel veel. Maar ik was best wel wat langer bezig met de vlog. En het waren weer wat moeilijkere foto's. Dus ik heb hem nog niet helemaal af. Maar die maak ik vanavond even af. En dan kan ik mijn artikel schrijven. Emily in Parijs weer gekeken. Helaas vanavond al de laatste twee afleveringen. Dus ja, dat vind ik wel jammer. Dus morgen gaan we weer op zoek naar wat anders. En daarna Mokromafia. Dus dat was het. En ik moet weer op zoek naar een nieuw boek. Want ik had gisteren een heel kort verhaal. Dat eigenlijk niet zo heel erg fantastisch was. Maar goed, ik ga nu eventjes de boodschappen naar boven brengen, de was bij elkaar zoeken. Dan ga ik die even aanzetten en dan ga ik jullie erbij zetten als ik hier even lekker aan de gang ga. Dan is die hier ook weer lekker schoon. Dus daar heb ik wel zin in. Dus tijd om even wat te gaan doen, zou ik zo zeggen.
Auw, ik stoot net mijn knie. Maar ik ben lekker bezig geweest. Mijn woonkamer is schoon. Ik heb zelfs mijn nieuwe was al hangen. Die was al klaar. Ik ben een beetje verbaasd, want normaal duurt die echt heel erg lang. Ik heb hem op de stand gedaan zoals ik hem altijd doe en hij was al klaar. Dus ik weet het niet. Het was niet een hele grote was, maar ik heb hem al opgehangen. Dus nou, dat is ook wel lekker. Het wasrek hier is nu weer weg, zoals je kan zien. Die heb ik lekker ingeklapt, want ja, die wil ik toch zo min mogelijk gebruiken. Ik wil het eigenlijk niet zoveel in de kamer hebben, maar goed, soms ontkom je er niet aan. Maar ik dacht, doe ik nu even de witte was, want morgen komt er wel weer mijn vuile beddengoed bij dat er nu op ligt. Maar ja, goed, weet je, weg is weg. Dus ja, het is al klaar. Ik heb nog even lekker bullet journaled. Was wel heel lekker. Ik hoorde net van mijn moeder dat mijn oma die had bingo gespeeld en die had een blik koekjes gewonnen. Nou, hoe schattig. Zo leuk wat ze daar allemaal organiseren. Ja, allemaal top. Ik heb wel alleen nu alles schone was, ligt nu op mijn bed. Maar het kan zo bewezen als ik vanavond lekker televisie zit te kijken, dat ik de wasmand even hierheen trek. Dat ik het gewoon even rustig op mijn gemakje tijdens de televisie kijken even lekker ga opruimen. Of in ieder geval opvouwen. Dat opruimen, dat komt dan ja, van het weekend wel. Want ik heb geen zin meer om dan naar boven te gaan. Maar ja, is alleen nog even een wasje opvouwen, joh. Weet je, dat maakt ook niet uit. Ja, vanavond. Je hebt volgens mij weer Zeeman confronteert stalkers. Dus ik denk wel dat ik dat ga kijken. Dan ga ik daarna een huis vol, of nee, huis vol, kinderen kopen een huis kijken. Ik moet dan nog even verder met mijn foto's. Dan kan ik het artikeltje schrijven. Ik moet nog even een thumbnail maken voor de vlog en die moet even ingepland worden. Ik ben wel heel erg in de war met de dagen nu, omdat ik gisteren de boodschappen heb gedaan. En normaal doe ik dat op donderdag. Ja, morgen is het donderdag en dan ben ik natuurlijk gewoon lekker thuis. Dus nou ja, goed. Ik ben een beetje warrig met de dagen. Maar goed, verder ga ik dan de laatste aflevering van Emily in Parijs kijken. En vanavond heb je als het goed is wel weer lekker oogappels. Dus dat... Mickey, hier! Oh, Mickey doet vervelend. Dus dat ga ik sowieso lekker kijken. En een nieuw boek uitzoeken, maar dat weet ik dan dus nog niet. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen en ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder niks meer doen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 13 mei, ik ben klaargemaakt, het is Hemelvaartsdag. En ik raak helemaal in de war van deze dagen. Normaal doe ik natuurlijk op donderdag boodschappen, maar ja, dat heb ik nu dinsdag al gedaan. Op zich geeft het ook niet, maar ik had gisteren ook zoiets van, nou, ik heb helemaal niet echt een woensdaggevoel of zo. Maar goed, ik ga zometeen de slaapkamer schoonmaken. En normaal doe ik dat natuurlijk op vrijdag. Maar het feit wil, ik mag mijn telefoon verlengen. Dat mocht vanaf afgelopen dinsdag. En morgen ga ik dus naar de stad toe om te kijken of dat allemaal lukt. En dan bedoel ik meer met het feit van of dat die op voorraad is. We hebben ervoor gekozen om het in de winkel te gaan doen. Je kan het natuurlijk ook online doen, alleen... Ik weet ook dat de PostNL doet hier niet heel zachtjes met de pakketjes. Die worden soms gewoon een beetje gesmeten, zeg maar. Ja, dat, wil je, dat risico wil je gewoon niet lopen als er een telefoon in zit. En ja, ik heb ook echt zoiets van, als je hem in de winkel ophaalt, dan ben je er zelf gewoon gelijk verantwoordelijk voor. En dan weet je zelf wel hoe dat je ermee omgaat. Maar goed, ik heb 2 jaar geleden dus mijn telefoon verlengd. En dat was toen echt een zoektocht. Dat was toen echt... Toen zijn we echt van hot naar her geweest om te kijken of ze die telefoon hadden. Uiteindelijk is het gelukt, maar het was een hele zoektocht. Dus ik denk dat dat morgen ook wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Mijn oog valt weer op een beestje. Dus die ga ik eventjes weghalen. Dus dat ga ik morgen dus doen. Dus vandaar dat ik nu de slaapkamer ga doen. Op zich vind ik het ook niet erg hoor, want mijn bed is ook alweer toe aan een verschoonbeurtje. Dus wel lekker. En ik ga dan ook gelijk... Het is een niveersbeestje. Kijken naar of dat ik een spinnennestje zie. Want ik heb steeds die spinnetjes natuurlijk. Dat is heel raar. Maar dat ga ik zo meteen dus gewoon lekker doen. Gisteravond heb ik gewoon lekker televisie gekeken. Thijs Zeeman confronteert stalkers. En daarna kinderen kopen een huis. Dat was wel heel erg leuk. Toen ben ik mijn blogbericht gaan schrijven. En ik heb nog eventjes dan de bijbehorende foto's bewerkt. En even de thumbnail gemaakt voor de vlog en die ingepland. Maar goed, die staat alweer eventjes online. Dus dat is allemaal gelukt. Toen ben ik de laatste afleveringen van Emily in Parijs gaan kijken. Ik vind het echt heel erg jammer dat deze serie nu afgelopen is. Dus vanavond weer even zoeken naar wat nieuws.
Weer een zoektocht. Dus ja, dat vond ik wel heel erg jammer. Ik heb wel echt heel veel zin in seizoen 2. Als je echt een beetje houdt van een serie waar je niet zoveel bij na hoeft te denken, maar ook wel wat humor in zit, kan ik je hem echt wel aanraden. Ik vond hem fantastisch. En daarna oogappels, en dat was ook wel weer heel erg leuk. Maar goed, ik ga nu eerst eventjes stofzuigen en ga ook eventjes boven beddengoed pakken en zo. En dan, ja, dan kunnen we aan de schoonmaken gaan. Want het is wel weer eventjes nodig. Ik heb er ook wel zin in. Dus ik ga even nu muziekje aanknallen. En dan ga ik hier even wat doen. En ik zet jullie er gewoon weer bij. Ik ben klaar. Lekker weer. Schone slaapkamer. Heerlijk schoon bed. Ik heb geen spinnennestje gevonden. Dus ik weet niet waar ze vandaan komen. Dus daar moet ik nog wel even naar gaan kijken. Ja, alles is weer lekker schoon en opgeruimd. En ja, heerlijk. Ik ben wel weer heel erg moe. Maar ik heb er ook wel korter over gedaan. Want ik was nu 4:10 klaar. Dus toen kon ik nog eventjes wat dingen naar boven brengen. Ik heb zelfs nog even een spelletje gedaan. Ik deed even heyday. Nu ben ik weer een leveltje omhoog. Dus dat is ook altijd leuk. Ja, eigenlijk was het best wel, ging het eigenlijk best wel vlotjes, dus het was wel lekker. Dus ja, ik ben blij dat het klaar is. Ik ga eens even kijken hoor, hoe warm is het hier? Want, oh, 20,5. Het is wel warm inderdaad. Dus ik ga zo nog even lekker relaxen. Ik ga vanavond alvast even wat dingetjes klaarleggen voor morgen. Ik weet nog niet hoe laat ik morgen word opgehaald. Ik denk een uurtje of 11. Dat we eerst even een kopje koffie doen en dat we dan die kant op gaan. Ik wil even vragen of mijn vader naar het rolgordijn wil kijken. Dus dat. Ja, verder.
Vanavond kijk ik Petit Château. En Goede Tijden is ook wel spannend, want Demi is nu bevallen. Dus ik vraag me af of ze het kindje nog wel wil afstaan. Dus dat hoop ik ook vanavond te zien. En na Petit Château ga ik denk ik even wat terugkijken. Ik heb nog een gestalkt, ik heb nog een BN'ers in het ziekenhuis. Dus ja, ik ga gewoon wat terugkijken. En dan ga ik vanavond de foto's weer even bewerken. En ja, een nieuwe Netflix-serie uitzoeken, maar die weet ik dan nog niet. En dan ga ik weer verder met Zonnestad. Dus nou ja, wordt op zich wel een lekker avondje. Maar nu eerst even lekker relaxen, dan straks lekker douchen. Want ja, vind ik ook altijd wel lekker. Mijn nagels zien er op zich, kijk, het ziet er nog best wel goed uit. Ik heb nou, alle schoonmaakwerk en zo. Ik gebruik natuurlijk wel handschoentjes. Maar je ziet wel het verschil tussen gellak of gewone nagellak. Maar goed, ik ga jullie dan in ieder geval ook weer morgen zien. Want ik ga nu toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 14 mei. Ik loop nu even naar boven om even wat spullen te pakken. Ik ben klaargemaakt. Ik ga gewoon naar de stad. Ik doe even de trap naar beneden. Dus ja, we vragen deze vriendin, die komen zo en dan gaan we naar de stad. Ja, ik doe deze maar aan. Het is nou niet bepaald warm of zo. Dus doe maar even dit. Heb ik nog een opvouwbaar tasje? Ja. Gisteravond heb ik lekker Petit Château gekeken, was wel weer heel erg leuk. Ja, ik vind het wel heel druk hoe ze het maken, zeg. Ja, ik word gebeld. Het zal mijn vader zijn. Ik ga even gauw opnemen. Zo, we waren er bijna, dus vandaar dat ik even gauw opnemen. Maar ik had dus Petit Château gekeken en daarna heb ik gekeken naar gestalkt. Had ik even teruggekeken, was ook wel spannend. Dus ja, en toen heb ik mijn foto's bewerkt. Toen ben ik begonnen met The Bold Type op Netflix. En die vond ik wel heel erg leuk. De eerste aflevering was geslaagd, dus super leuk. En daarna heb ik weer Zonnestad gekeken. Ik ga nu even verder klaarmaken. Ik denk niet echt dat ik jullie mee kan nemen vandaag. Dus dat gaan we even zien. Maar dan kan ik in ieder geval eventjes nu snel verder. Want anders dan ben ik niet klaar als hun er zo zijn. Dus ik zie jullie straks. Outfitje van vandaag. Mijn broek van de Lidl met mijn blouseje van de Lidl. Die gele. Ik heb deze schoenen aan. Want ja, het regent een beetje. Dus de kans dat dingen nat worden, die is wel weer aanwezig. Maar ik vind het wel weer leuk zo. Dus ja, ik moet even wat nakijken. En dan zijn hun er zo. Dus dan ga ik zo weg. Dus nou ja, goed. Dat is het dan even. Een warrige opening vanochtend. Ik heb onderweg wel wat van de weg gevlogd, maar verder niks. Ik ben weer thuis en het is gelukt. Ik heb mijn nieuwe telefoon. Ik heb hem nog niet uitgepakt. Hij is nog in de doos. Dat moet ik allemaal nog even gaan doen. Maar ik zal hem even laten zien. T-Mobile. Daar komt hij bij vandaan. En yay! Dit is het. De iPhone 12 Max Pro is het geworden.
Hij was op voorraad, dus ik was helemaal blij. Ik heb wel een ander stekkertje er nu bij, want dit is iets anders met opladen. Ik ga het vanavond allemaal uitpakken. Ik heb ook nog wat andere dingetjes gehaald, maar dat laat ik anders morgen allemaal wel eventjes zien. Dan kan ik zo even gaan douchen. Laat ik nog wel even de boodschapjes zien, want die heb ik ook even gehaald. Maar ik heb dus nu ook een ander stekkertje erbij, want die gaat weer iets anders met opladen. Maar ik heb in ieder geval weer een nieuwe telefoon, dus daar ben ik heel erg blij mee. Het was wel een hele leuke dag zo. De boodschapjes. Ik heb al wat dingetjes. Ik heb een zak patat, die ligt al in de vriezer. Ik heb hier chocomel, boontjes en ook even vochtig toiletpapier. En nog wel even twee flesjes van die aanmaaklimonade. Dan heb ik nog wat dingetjes gehaald bij de Lidl. Het jammere is, het rolgordijn is... Het is gedaan met het rolgordijn. Hij is kapot. Ik moet een keer een nieuwe kopen. Bij de Plus. Nee, bij Lidl. Wacht even hoor. Heb ik keukenrol gehaald. Straks even twee broodjes. Ik heb gehakt. Voor maandag. Haricotvertjes voor maandag. En dit leuke topje kwam ik tegen. Die vond ik wel heel fleurig. Dus die heb ik dan nog eventjes gehaald aan boodschappen. Dus dat was niet heel erg veel. Dat was, ja, dat ging eigenlijk prima. Maar ik heb nu zere voeten. Dus ik ga zo lekker douchen. Laat ik je morgen even de andere dingetjes zien. Nou ja, ik kan wel wat laten zien eigenlijk. Want ik heb ook een nieuwe iPod. Die komt bij de... Mac vandaan. En die wilde ik al de vorige keer al kopen. Toen ik dat niet had, ze niet. Dat is deze. Maar die zie je nog niet. Die laat ik morgen wel even zien als die eruit is. Maar dan kan ik weer lekker mijn muziekjes luisteren. Ik ga nu even lekker douchen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga vanavond weer lekker First or Last kijken. Ik ga ook nog even wat terugkijken. Misschien de BN'ers in het ziekenhuis of de Dwang. Dan ga ik mijn foto's of mijn artikel schrijven. Mijn foto's. Foto's hoef ik niet te bewerken. Mijn video moet nog in elkaar. Ga ik verder weer met The Bold Type. Want die was erg leuk. En dan ga ik daarna weer Zonnestad kijken. Dus dat wordt mijn avondje. Dus niet heel bijzonder. Dus ik ga even mijn drink opdrinken. En dan ga ik even lekker douchen. En dan kan ik ook lekker de bank op. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 15 mei. Ik ben klaargemaakt. En mijn avond heeft gisteren een hele vreemde wending gekregen. Oh, ik ga eerst even de mascara onder mijn ogen weghalen. En dan kom ik bij jullie terug, want ik zie het nu pas. Zo, de mascara is weg, dus dat is even wat beter. Ik heb een beetje standaard dingen gedaan gisteren. En dat was gewoon, ik heb gekeken naar Levenslang met Dwang, First and Last. Ik heb mijn video in elkaar gezet en mijn artikeltje geschreven. Dus dat was eigenlijk allemaal prima. Daarna ben ik op Netflix weer naar de Bold Type gaan kijken en ik heb Zonnestad gekeken. Dus dat was eigenlijk allemaal helemaal prima. Waar het misging was het wat vroeger op de avond. Allereerst had ik als avondeten twee broodjes van de Lidl, de pompoenpit broodjes. En Lidl adverteert de hele dag door vers brood. Nou Lidl, deze waren niet heel vers meer. Deze waren toch wel wat taai. Dus er was een beetje moeilijk doorheen te komen, maar ik heb ze uiteindelijk opgekregen. Dus op zich, nou... Dat was te doen. Weten jullie nog hoe blij ik was met die nieuwe telefoon? Dus op een gegeven moment ben ik zover om de telefoon te gaan uitpakken. Dus ik haal de ceiling van het doosje af. Ik open het doosje. En het eerste wat ik zie is de achterkant. Ik denk, waarom is deze achterkant wit? Officieel valt die onder zilverkleurig, maar ik vond het meer wit. Dus ik pak die telefoon op en ik kijk dus. Ik denk, nou misschien zit er een beschermlaagje op. Was dus niet het geval. Het feit wil, ik heb om een Space Gray telefoon gevraagd. En ik kan je de kleur even laten zien, want dat is dezelfde kleur als de iPod die ik dus heb gekocht. En ik zal hem even meenemen, want we zitten hier een beetje met het licht. Maar er zit nog geen hoesje omheen, dus vandaar dat ik hem eventjes in een handdoekje had gerold. Dit is overigens de nieuwe iPod, dus die is wat smaller. Maar dit is dus Space Gray, deze kleur. Wat zat er in mijn doosje? En dan mag jij zelf, ik heb er even een fotootje van. Je mag zelf eventjes kijken wat jij van deze kleur vindt. Of jij het
zilver vindt. Of dat jij ook zegt van, dit gaat even helemaal mis. Ik vind het wit. Want deze kleur zat dus in het doosje. Op camera komt hij donkerder over als dat hij dus in het echt eruit ziet. En ik ben eigenlijk een beetje confused. Dus ik bel mijn vader op. Ik zeg, joh. Ik zeg, ik maak die telefoon open. Ik zeg, en er zit een verkeerde kleur zit erin. Hij zegt, verkeerde kleur? Ik zeg, ja, want er zit een zilveren variant in. Want ik keek later achter op het doosje. Er stond dus zilver op. Ik zeg, en ik heb gevraagd om Space Gray. Ja, zegt hij, dat hebben we gehoord. Je hebt heel duidelijk gezegd. Kom, tijger. Dus nou, hij zegt, gaat die Wobo maar bellen. Maar het feit wilde, omdat ik die iPod wilde hebben, die hadden ze niet in de stad waar ik dus dichtbij woon. Dus ik moest daarvoor naar een andere stad. Dus daar kwam ook die telefoon vandaan. Dus ik heb die Wobo gebeld en ik leg mijn verhaal uit. Ja, zegt ze, dan moet je hem omruilen in de winkel. Ik zeg, ja, kan dat bij elke T-Mobile winkel? Nee, dat moet echt wel bij de winkel waar je hem vandaan hebt. Ik denk, shit. Dus ik heb mijn vader weer gebeld. Ik zeg, ja, dit zeggen ze. Ik zeg, maar het moet per se in die winkel. En we hadden al gekeken, die was op zondag dicht. Ja, mijn vader heeft door de week geen auto, had ik al verteld van de week. Dus dan zou het weer zo wezen dat we maandag zouden terug moeten. Ja, wat een gedoe, weet je wel. Toen hebben hun nog even met T-Mobile gebeld. En toen kregen hun er iemand anders aan de telefoon. En die zeiden van, nou, het mag in elke T-Mobile winkel geruild worden. Dus nou zegt mijn vader, dan gaan we zondag terug met die telefoon. Want zondag is de stad waar ik dus dichtbij woon is wel open. En ook de T-Mobile winkel. Dus hij zegt, nou dan gaan we hem daar gewoon omruilen. Dus ja, ik baalde er wel van. Ik voelde me ook heel lullig. Want dan moeten ze weer mijn kant op komen om die telefoon om te ruilen. Weet je wel. Ja, hun zeiden ook, ja, jij kunt er niks aan doen. Ik zeg, nee, dat weet ik wel. Maar ik vind het wel gewoon rot. Dus dat was eventjes een flinke tegenval. Ik vind sowieso dat ik een beetje slecht voorgelicht ben bij deze T-Mobile winkel. Want omdat er ook... Die man zegt nog tegen mij, welke telefoon heb je nu? Ik zeg, ik heb de XS Max. Dus dat is de iPhone 10 en dan de grote variant. Maar die heeft nog een USB-aansluiting. En de nieuwe iPhones hebben USB-C. Dus ik zeg op een gegeven moment, ze kwamen uit Solo. En ik zeg, nou... Ik zeg maar, heb ik nu wel een goede oplader voor deze telefoon? Want als het een USB-C is, daar heb ik dus geen oplaadstukje voor. Dus ik weer terug naar die winkel. Dus ik zeg, ja, ik zeg, oplader. Ik zeg, gaat deze op USB? Nee, USB-C. Ik zeg, ja, dan moet ik een oplader hebben, want die heb ik niet. Dus ik denk, waarom zeg je dat er dan niet bij dat er een andere oplader bij zit? Als je weet welke telefoon ik heb. Ik bedoel, ik mag er toch vanuit gaan dat je een beetje verstand hebt als je in deze winkel staat. Maar goed, dat was even een tegenvalletje. Maar goed, dat wordt morgen opgelost. Mijn vader heeft al gebeld. De goede variant ligt nu klaar, dus die kan ik morgen ophalen en omruilen. Ik ga je nu even laten zien welke dingetjes ik nog heb gekocht. En wat mijn moeder had meegegeven. En dan ga ik daarna eventjes stofzuigen, mijn voeten raspen. Want ik heb heel veel eelt. En dan ga ik de foto's maken, want daar kom ik morgen dus niet aan toe. Dan zet ik jullie dan eventjes bij en dan ga ik nu eventjes dat even laten zien. Nou, laat ik even beginnen met de dingetjes die mijn moeder had meegegeven. Dit heeft Nathalie meegegeven, maar ze komen bij mijn moeder vandaan. Dat zijn op de overige beestjes van de Lidl, want hun hadden nog heel veel spaarkaart. Die hebben ze voor mij opgehaald. Dit is Kai Krokodil. Dit is Jaap Aap. Dat is Lente haar favoriet, volgens mij wel, vooral vanwege zijn staartje. Dus die. Dan heb ik hier Pien Piranha. Die heeft trouwens ook een leuk staartje. En dan hebben we nog hier zo de tijger. Maar volgens mij zit Thijs Tijger. Heeft ook een leuk staartje. Dus die heb ik nu ook binnen. Dat is heel mooi. Dan heeft mijn moeder een hele mooie foto van Lente laten afdrukken. Die kan ik je helaas niet laten zien, want dat willen Nathalie en Frank liever niet. Hij krijgt een heel mooi plekje in mijn huis, maar die heb ik dus ook gekregen. Dan had mijn moeder nog een kleurboek meegegeven, want die had zij gekregen en die leek mij wel heel erg leuk. Dus die heb ik, daar wil ik gaan proberen, die heb ik dus gekregen met vlinders en zo. En mijn moeder had dus als cadeautje dit hele leuke tasje voor Nathalie en mij gekocht. En dat zijn dus, dat is zo'n tasje, die zie je nu heel veel op tv. Daar kun je dus je telefoon kan erin en allemaal pasjes in sleutels. En dan kan dus aan de zijkant kan er zo mooi hangertje aan die erbij zit, dus heel erg leuk. Ze hebben voor mij een zwarte gekocht en Nathalie heeft een bruine volgens mij. Dus die, en dan zit hier de foto nog in, maar die kan ik dus niet laten zien. Dus daar ben ik ook heel blij mee.
Dan heb ik nog één hele grote aankoop gedaan. Misschien denk je, je hebt al heel veel grote aankopen gedaan. Dat klopt. Maar ik had al een hele tijd mijn zinnen gezet op iets wat nu nogal populair is in coronatijd. En dat is een Nintendo Switch. Ik wilde deze al heel erg lang hebben, maar ze zijn natuurlijk best wel duur. Dus ik heb er ook even voor gespaard. En ik kon hem nu eindelijk kopen. En daar begon de zoektocht, want die was overal letterlijk uitverkocht. En uiteindelijk heb ik hem bij de Intertoys vandaan. Dus die heb ik gekocht. Ik heb ook een spelletje bij. De bon zit hier nog in, dus die moet ik even kopiëren. Nintendo Switch ziet er overigens zo uit. Dus dit is hem. En hier kun je spelletjes op doen. Het spelletje wat ik erbij heb is Animal Crossing. En Nathalie gaat mij daarbij helpen, want die doet het ook al. Dus die gaat mij helemaal op weg helpen. Als het goed is, gaan we vanavond even video bellen. En dan gaat ze mij helpen met Animal Crossing. Ik heb het gisteravond al even gespeeld. Dus ik weet al wel het een en het ander, maar ik ben nog niet zo heel erg ver. Ze zitten er nu ook een beetje over te appen steeds. Bij Solo had ik ook nog een paar dingetjes gehaald. Allereerst deze hele mooie kaart met naam. Er staat dan een hele tekst bij over je naam en dat vond ik wel heel erg leuk. Dus we hadden mijn naam en ik dacht, nou die ga ik inlijsten, die ga ik op mijn slaapkamer zetten. Daar heb ik dan ook een lijstje bij. En dat is gewoon een standaard lijstje, deze. Dus die ga ik er omheen doen. Dan heb ik magneetjes meegenomen, want ik had deze vroeger altijd. Dit zijn van die magneetjes van Apple. Althans, ze lijken heel erg op de Apple logo's, zeg maar. Die heb ik vroeger gehad en die zijn allemaal kwijtgeraakt. En nu kwam ik ze tegen bij Solo. En toen dacht ik, oh, die wil ik eigenlijk wel heel graag terug hebben. Ik dacht laatst, als ik ze ooit weer tegenkom, ga ik toch een steentje nieuwe meenemen. En wat had ik daar? Oh ja, zuignappen voor kerst. Die kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Nee, ik kreeg vorig jaar van een van jullie een hele goede tip voor de ster, voor de kerst. Om aan een zuignapje te hangen. Maar toen kon ik op dat moment nergens zuignappen kopen. Die kwam ik nu bij Solo tegen. Dus ik dacht, ik neem zuignappen mee. Dat was het. Ik heb nog wat make-upjes gekocht. Maar die komen in een video voor Essence. Want ik heb niet een heel groot vak van Essence. En die producten waar ik heel benieuwd naar was, die lagen in het grote schap. Dus die heb ik ook eventjes gekocht. Maar die komen dus binnenkort in de nieuwe producten van Essence video. En ik heb dus een USB-A to USB-C kabeltje nog gekocht. Want dan kan de telefoon ook aangesloten worden op de laptop. Dat waren de koopjes. Ik ga eventjes een beetje opruimen. Dan ga ik zo de foto's maken. Ik ga eerst eventjes mijn voeten raspen. Dan ga ik de foto's maken. En dan ga ik die daar even proberen bij te zetten. Maar ik ga even de batterij op de oplader doen. Want die is niet zo heel vol meer nu. Nou, ik heb even spulletjes gepakt voor de foto's. Ik heb hier allereerst de Nude Edition Eyeshadow Paletten van Essence. Dit is de Pretty in Nude, nummer 10. Dan heb ik hier een Holo Glow Serum. Die heb ik van de Action. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dus die ga ik fotograferen. Dan heb ik hier nog drie Superstyle Satin Finish Lipsticks van MUA. En ik heb hier eerder al een review over geschreven. Het waren drie andere kleuren. Maar ik heb hier allereerst de... Even kijken hoor. Super Nudes. Dan heb ik hier... Oh, ik moet ze wel even goed houden, hè? Work Class. En dit is... Heroic. Dus ik ga even de foto's voor jullie klaarzetten. En dan ga ik hier even foto's van maken. Dan zal ik jullie er even bij zetten. Ik heb het fotolijstje van Lent al klaarstaan. Ik ga eerst even het fotootje of het papiertje in het lijstje doen. Dan is dat ook klaar. Dan kan die mooi even op de slaapkamer. Laat je straks even zien hoe dat eruit ziet.
even deze dingetje laten zien. Nou, ik heb hem dus nu in een lijstje gedaan. Ik vind het heel mooi. Hij past niet helemaal, maar het kan zo prima. Alleen dit lijstje kan niet staan. Hij moet dus hangen. Dat had ik niet helemaal ingecalculeerd. Want ik had eigenlijk als bedoeling dat ik deze naar boven kon doen. Want hier kan de nieuwe iPod niet meer op. Want die heeft een andere aansluiting. Mijn oude iPod die heeft dus deze aansluiting. Die past hierop. En de nieuwe heeft een andere aansluiting. Dus ik had het leuk gevonden als deze hier zo dan kon staan. Maar dat gaat dus niet. Dus die moet er dan toe gaan hangen. Maar ik vind hem in ieder geval wel zo mooi staan. Dus ik laat hem hier even liggen. Zo. Ik heb ook mijn nagellak er nog afgehaald. En dan ga ik vanavond wel meteen nagels doen. Want de gellak was niet meer mooi. En dan doe ik morgenavond gewoon weer een normaal lakje op mijn nagels. Zo, ik ben klaar met alles. De foto's gingen vrij vlot. Ik heb jullie er wel voor een deel bij gezet. Ik weet niet goed wat er allemaal is opgenomen. Want het kaartje zat op een gegeven moment vol. Dus die heb ik geleegd. En ik had de camera ook nodig, want ik maak vaak ook een paar foto's met deze camera. Omdat ik nog van heel dichtbij het niet helemaal scherp krijg met de spiegelreflex. Dus zo maak ik eigenlijk gebruik van meerdere dingen. Maar ik moet wel zeggen dat het steeds beter gaat met de spiegelreflex. Ik heb af en toe echt nog wel eens een foto die niet scherp is. Maar ik merk wel nu ik er langer mee werk dat het steeds beter gaat. En dat ik deze camera ook gewoon steeds beter leer kennen. Dus dat is heel fijn. Ik ben nu wel een beetje gaar, want ik heb vanochtend ook niet super... Ik was vrij vroeg wakker van mijn doen. Ik ben gewoon een beetje ingedommeld, maar ik ben nu een beetje gaar. Maar goed, ik heb nog even heerlijk gebullet journaled. Dus ik heb toch nog wel even lekker ook wat relaxed kunnen doen. Ja, weet je, voor hetzelfde geld ben ik morgen al wel weer een beetje op tijd terug. Maar de winkels gaan pas om 1 uur open. Dus ja, er is er vast geen tijd meer voor de foto's. Ik hoop nog even een stukje van Ajax mee te pikken, want die heb ik donderdag ook gemist. Ik wist niet dat donderdag op tv was. Super stom, maar dat had ik dus gemist. En morgen laatste wedstrijd tegen Vitesse. Maar ik weet ook niet of die op tv is. Maar goed. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker relaxen. Ik mag straks lekker eten bestellen van mijn moeder. Lekker. Dus daar heb ik wel zin in. En ik ga vanavond... Ja, ik heb eigenlijk nog een BN'ers in het ziekenhuis. Maar ik weet nog niet precies wat ik ga kijken. Want de film van Ferry staat ook op Netflix. Daar ben ik ook wel super benieuwd naar. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit. En ik zou sowieso nog even met Nathalie gaan videobellen met Animal Crossing. Dus ze gaat me daar even op weg helpen. Dus misschien wordt het wel helemaal geen film. Wordt het gewoon die BN'ers in het ziekenhuis. En ga ik wel even lekker Animal Crossing spelen. En ik wil sowieso vanavond ook weer een begin maken met de vlog. Met editen en eigenlijk ook nog wat video's bewerken voor het artikel van dinsdag. Dus ik ga even kijken hoe de avond loopt. Ik ga sowieso wel naar de Bold Type kijken op Netflix. Dat is wel een aanrader hoor, maar ik vind het wel meer een vrouwenserie. Ik denk dat mannen het niet zo heel erg leuk vinden. En ik heb vanavond Zonnestad, dus dat wordt het ook eigenlijk wel. Dus verder niet heel bijzonder. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen ook weer zien. Ja, morgen zal ik jullie ook nergens bij zetten, omdat ik morgen natuurlijk weer weg moet... Voor die telefoon. Maar goed, dat zien we morgen wel. Ik weet ook nog geen tijd. Dus dat hoor ik vanavond allemaal wel. Dus nou, tijd om even te relaxen voor mij. En ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 16 mei. Ik ben klaargemaakt. Normaal zeg je dat natuurlijk niet op zondag. Want ik ben normaal op zondag altijd koos make-uploos. Maar ja, ik moet zo naar de stad om mijn telefoon te ruilen. En ik voelde er niet heel veel voor om zonder make-up te gaan. Maar ik heb het een beetje natuurlijk gehouden bij je ogen. Ik moet alleen nog even een lipstickje opmaken. Ik ben nog aan het drinken, dus ik denk dat heeft nog niet zo heel veel zin. Maar goed, dus toch maar even een make-upje op. We zijn onderweg, rond 1 uur zouden ze er zijn. Het is nu 10:30, dus ik kan zo mooi nog even stofzuigen en de spullen bij elkaar rapen. Dan ben ik klaar voordat ze komen. Ik heb gisteravond even de BN'ers in het ziekenhuis teruggekeken, maar echt, het is echt een jankweek als het om televisie gaat. Want dat heb ik nog helemaal niet verteld. Maar donderdagavond had je goede tijden. En dat babytje was geboren en die gingen ze afstaan. Nou, tranen met tuiten, dat was echt heel heftig. Bah! Ik was toen heel erg blij met Tigito. Ik heb het lang geleden dat ik zo heb zitten janken bij televisie. Ja, trouwens, bij die film van de Star is Born heb ik ook wel tranen gelaten. Maar poeh, ik vond hem wel even heftig. Ja, bij dat BN'ers in het ziekenhuis was het ook wel zo. Want Richard Groenendijk die loopt dus op de afdeling ook voor mensen met kanker. En die mevrouw die had dus longkanker, maar het was helemaal naar de hersenen uitgezaaid. En ze was eigenlijk... Het reageren dat duurde wat langer, zeg maar. En nou ja, ze ging steeds harder achteruit en ze wilde nog heel graag trouwen met haar vriendin.
En dat zou eigenlijk over 3 maanden gebeuren, maar toen hebben de dokters gezegd, nou, dat gaat ze gewoon niet halen. Dus ze hebben in een middagje tijd hebben ze geregeld dat zij in het ziekenhuis met haar vriendin kon trouwen. Dus Richard Groenendijk is ook gebleven. Zijn dienst zat er al op, maar hij wilde erbij zijn. Dus hij komt die kamer binnen en hij zegt tegen haar, nou, ik ben er gewoon bij hoor. Nou, en ze maakt ook nog een grapje van, nou, wat heb je nou op je mail, zegt ze ook nog. Nou, toen gingen ze daar trouwen. En een paar uur daarna was ze overleden. Dus dat vond ik heel heftig. Poeh. Nou, daarna ben ik gaan Animal Crossing spelen met Nathalie. We deden het via FaceTime. Dus de Switch kun je op 2 manieren spelen. In de hand, maar ook via de televisie. Dus ze heeft gelijk uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Ik had hem eerst op de televisie, maar toen kon zij niet meekijken. Dus toen heb ik hem toch uiteindelijk in de hand genomen. En kon ik hem af en toe schuin houden, zodat zij mee kon kijken. Dus heeft ze me echt heel goed op weg geholpen. Want ik ben nu weer een stuk verder. Want ik zat echt even vast. Dus dat was super leuk. Ondertussen had ik ook Make Up Your Mind aanstaan op RTL 4. Maar ik vond er niks aan. Nee, ik heb daar helemaal niks mee. Dat waren dan mannen, bekende Nederlanders, die waren verkleed zeg maar als vrouw. En ja, die gingen dan wat doen en dan moest de jury raden wie die persoon dan was. Maar mijn ding was het niet. Volgens mij was het ook eenmalig. Ik heb het niet eens afgekeken. Ik vond echt helemaal niks. Ik denk, nee, dit is niks voor mij. Toen heb ik wel de vloggen voor een groot deel afgemaakt. En daarna ben ik die serie op Netflix gaan kijken. The Bold Style. En daarna nog even Zonnestad. Dus dat was het ook. Ik heb wel heerlijk gegeten, want ik had eten besteld. En ik was echt... Het was al voor de aangekondigde tijd. Dus dat was ook mooi. Daar heb ik lekker van genoten. Toen heb ik even op mijn gemakje er alles gedaan. Nou ja, dus dat was het eigenlijk een beetje mijn avond. Ik ga nu even de spullen bij elkaar rapen. Een bonnetje moet ik nog even pakken. De telefoon staat al wel klaar. En dan kan ik nog even stofzuigen. Dan heb ik nog even voordat ze er zijn. Dus... Nou, prima. Nathalie heeft nog een heel lief cadeautje gehaald gisteren. Bij de Action had je hele leuke stempels. En er zat een egel bij. Mijn moeder is heel groot egelfan en ik vond hem ook heel leuk. Dus Nathalie belde gisteren nog even, want zij had een puzzel gezien bij het kruidvat. Die zou eigenlijk morgen pas ingaan, maar ze zag op Facebook dat iedereen hem al had. Dus ze zegt, ja, nou ja, ik wil hem eigenlijk ook zo graag. En toen is ze uiteindelijk toch nog even naar de stad gegaan. En toen had ze dus toch een beetje te scoren. Nathalie Sven van Jan van Haasteren puzzels. En dit was een variant met Nijntje. Toen is ze even naar de Action geweest. Toen heeft ze voor haarzelf, mijn moeder en mij, dus deze stempel meegenomen. Het egeltje met de bril. Super lief. Ja, dat was het volgens mij wat ik wilde zeggen. Is dat het? Ja, volgens mij wel. Ik weet het zo even niet meer. Ik ga even stofzuigen. Dan ga ik zo even nog wat drinken. Dan kan ik nog even de foldertjes kijken. En dan staat in ieder geval alles klaar. En dan straks naar de stad. Maar het is echt een beetje nat weer. Het regent heel erg. Het onweerde straks ook. Dus ik zei al, het onweert. Maar ja, goed. Het weer gaat heel apart. Het gaat echt van wat warmer weer naar wat natter. Ik vind regen altijd hartstikke gezellig. Maar als je doorheen moet is het wat minder. Maar goed. Ik ga jullie vandaag niet meenemen of zo. Dus jullie zien mij gewoon weer als ik thuis ben. Dus ik ga nu even wat doen. En dan straks op naar de stad. Zo. Ik ben weer terug thuis. En dit keer met de juiste telefoon. Yay, dat is hem. Ik heb ook een hoesje erbij gekocht. Want deze is iets steviger. Dus dat is deze, die ga ik er zo omheen. Deze is helemaal schokproef en zo. En die jongen heeft zelfs al een screen protector voor me geplakt. Dus heel netjes. Zo netjes had ik het zelf niet kunnen doen. Dus hele goede service. En ik kreeg daar dan nu nog zelfs een selfie stick bij. Dus, nou ja. Ik ben in ieder geval heel blij ermee. Het overzetten gaat ook heel makkelijk, zei die. Ik wou even Ajax kijken, maar Ajax is er niet op. Want het is VVV en we hadden in de auto een stukje gekeken. Dus ik ga zo meteen wel eventjes, ik ga vanavond al even sport kijken. Ik ga nu even de screen protector op mijn Switch plakken. En ik heb nu de telefoon, probeer ik nu even in het hoesje te doen. Wacht even hoor. Kijk, en dan ziet hij met het hoesje ziet hij er zo uit. Dus helemaal top. Ja, dat ga ik nu even doen. Dan kan ik hem als goed is overzetten met de QR-code. Dus... Ja, ik ben helemaal blij. Maar hij is wel een stukje zwaarder als mijn oude. Want kijk, als je ze naast legt. Ik heb het idee dat deze ook nog weer een stukje groter is. Zie je het verschil? Eigenlijk moet ik ze eventjes zo op elkaar leggen.
Nee, ze zijn wel even groot. Maar goed, dat ga ik even doen. En dan kunnen de patjes straks eten. Dus ja, het is nu 3:50, dus ik kan het mooi nog eventjes doen. Kijk, dit is de screen protector voor de switch. Die ga ik dus nu even hier opplakken. Dus dan hebben jullie die ook even gezien. Dus die was binnengekomen. Dus die ga ik nu even heel netjes plakken. Nou, de screen protector zit erop. Dus eigenlijk heel netjes gebeurd. Zoals je kan zien, ik heb geen bubbels. Dus daar ben ik heel blij mee. De tv is echt heel saai. Ik ga hem ook uitzetten. Want Ajax heeft denk ik toch wel gewonnen. En dit vind ik echt gewoon behoorlijk boring gewoon. Ik was hem aan het overzetten. Maar op een of andere manier lukt dat niet zo goed. Ja, hij valt een beetje dicht. Dus ik moet even kijken of het nu nog een keer lukt. Want het is dus nu heel makkelijk. Je kunt het van telefoon naar telefoon overzetten. Dat zou heel makkelijk moeten zijn. Maar ja, hij heeft er nog niet heel veel zin in. Maar hij gaat laden. Kijk, ik heb iets voor mijn ramen. Ik heb mijn vader en zijn vriendin meegenomen. Omdat mijn rolgordijn kapot is. Dan kan ik het toch dicht doen. En dan heb je zeg maar... Kijk, zo ziet dat er dan uit. Dan heb ik het toch, is het zeg maar toch wat donkerder in huis. Dus ja, we hebben er nu zo twee opgehangen. Ik doe ze een beetje half zo. En dan, kijk, zit het gewoon zo. Dus het is in ieder geval weer wat minder kaal, want ik vond het wel heel erg kaal. Ja, en aangezien die andere gewoon kapot is, kan ik altijd nog met de tijd kijken of er toch een rolgordijn komt. Maar voor nu heb ik het in ieder geval zo. Maar ik ben blij dat het nu allemaal geregeld is. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ga ik straks lekker douchen. Eten maken. Vanavond deze quizjes voor jou kijken. En daarna denk ik nog een afleveringetje van Flikker Maastricht tot België. En ik heb net nog eventjes de boontjes afgehaald. En ik heb ook eventjes de... Het gehakt gedraaid, moet ik alleen nog even de haricovertjes punten voor morgen. Maar dat doe ik straks even op mijn gemak. Dan kan ik straks nog even lekker spelletje doen, dat heb ik ook nog niet gedaan. Ik ben eigenlijk gelijk toen ik uit bed kwam gaan sporten en gaan klaarmaken. Dus nou ja, we hebben het allemaal weer gehad in ieder geval. Ja, en dan ga ik vanavond even mijn foto's bewerken. En dan ga ik weer verder met de bold type. En daarna heb ik weer lekker mijn chromofia. Dus dat wordt verder de avond niet heel, heel bijzonder. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga even kijken dat ik mijn nieuwe telefoon ingesteld krijg en dan is dat allemaal goed. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 17 mei en ik ben klaargemaakt. Nou, vandaag op de planning heb ik een video opnemen en daarna even bullet journal. Dus ik heb nu weer een normale planning. Ik ben al even naar buiten geweest, want ik heb al eventjes mijn... vuilnisbak aan de weg gezet. Die wordt morgen geleegd. En dat is wel fijn. Want die zit heel erg vol. Ik heb een hele volle vuilniszak. Maar die past er dus nu niet meer in. Dus die kan er dan morgen lekker in. Gisteravond heb ik lekker mijn nageltjes gedaan. Dit kleurtje. Ik heb het lakje erbij gepakt. Dat is deze van Catrice. Dit is de 04 Unmistakable Style. Dus dat is deze, een beetje een bruin kleurtje. Verder heb ik naar deze quizjes voor jou gekeken en heb ik lekker gegamed met Nathalie. Ik heb nu voor 7 dagen online gratis. En nu konden we naar elkaars eiland toe gaan. Dus Nathalie kwam bij mij, die was al verstoppertje aan het spelen, want ik zag er helemaal niet. Die heeft zelfs nog wat dingetjes achtergelaten die ik nog niet had, zoals een polstok en een schepje en dat soort dingen. Toen gingen we naar haar eiland toe, maar ik moest haar volgen. Ik mocht niks oprapen. Ik raapte 1 koraaltje op. Nou... Waarom heb jij 1 koraaltje op? Ik zei, nou, het is maar 1 koraaltje. Ja, maar weet je hoeveel muntjes die waard zijn? Ik zei, nee. Nou, je mag niks oprapen. Maar dat was wel heel erg gezellig. Ik heb ook nog even Flikker Maastricht gekeken en dan de nageltjes gedaan. En nou, toen ben ik de foto's gaan bewerken. En daarna ging op een gegeven moment ook slapen. Toen heb ik ondertussen nog wel eventjes wat gegamed. Maar op een gegeven moment heb ik ook afgesloten. En ja, toen heb ik, de bolstijl gaan kijken en ook nog naar Mokro Mafia. Dus wat dat betreft was het wel een lekker avondje. Gewoon lekker relaxed, zeg maar. Ik ga nu hier eerst even stofzuigen en een beetje opruimen. Want het is een beetje een bende. Daar kan ik heel slecht tegen. Maar ik had nu gisteravond voor het eerst ook de dingen dicht. En ik zal je even laten zien, de rolgordijnen, hoe dat eruit zag. Want ik vond het wel heel erg
Mooi. Even kijken hoor, waar is die? Kijk, zo ziet het dan uit als het avond is en als ik ze dan dicht heb. Dus het voelde wel heel fijn. Het was echt weer wat meer afgesloten. Dus dat was ook wel heel erg lekker. Er komt wat binnen op mijn telefoon. Ik ga zo even kijken. Ik ga nu eerst maar even stofzuigen. Ik heb de kleding even in de was zitten, want daar hadden ze op gespuugd. Ga ik hun bakken even scheppen. Dan zorg ik even dat het hier weer een beetje netjes is. Want het is me een doorn in het oog. En dan ga ik de video opnemen. Zet ik hier de baas. Ik ga bullet journalen. Dus tijd om wat te doen. Nou, de video staat er inmiddels op. Ging eigenlijk lekker vlot. Dus ik ruim nu even hier wat spulletjes op. De dingen die beneden kunnen blijven, laat ik beneden. Maar die ik nog niet kan gebruiken, zet ik even naar boven. Want daar moet ik dan nog even wat mee doen. Maar ik ben wel blij dat het eigenlijk zo lekker vlot ging. Dus ik ga even hier wat opruimen. Dan ga ik wat drinken en eventjes bullet journalen. En ga ik eerst even een beetje opruimen. Want dat is wel lekker. Maar ik ben wel blij dat het allemaal vlot verliep. Dus dat is altijd wel heel erg fijn. Ik heb inmiddels alles klaar. Ik heb even lekker opgeruimd. Ben even lekker bezig geweest met pulletjes. En de katten hebben nu net gegeten. Ik denk dat de handwas bijna klaar is. Dus dan zijn de kleden kunnen er ook weer lekker op. Eigenlijk wel een lekker middagje zo. Wel lekker relaxed. Ik heb er wel van genoten. Was ook wel weer even fijn om zo weer eventjes een normale middag te hebben. Morgen wel weer volop aan de schoonmaak. Maar dat geeft niet. Ik heb net de Rossi rondjes uit de vriezer gehaald. Zo ga ik straks eventjes lekker koken. Ik ga zo eerst even lekker relaxen. Dan ga ik even douchen en dan koken. En dan ga ik vanavond weer goede tijden kijken. En daarna helpt mijn man eens klussen. Ik neem je mee op. Dan moet ik mijn artikel nog schrijven. En ook nog... Ik wil eigenlijk nog even proberen of ik het artikel van morgen nog in elkaar krijg. Dat moet ik even kijken. Ik ga sowieso weer kijken naar... De Bold Type. En daarna ook nog eventjes naar Mokro Mafia. En ik denk nog even Animal Crossing spelen. Maar ik had straks dus weer een spin in de keuken. Het zijn van die hele kleine spinnetjes. Dit huis zit echt helemaal vol. Want ik had dus vrijdag, voordat ik wegging, zag ik een spin. En toen zag ik hem later niet meer. En later zat die spin dus ook in de gang. Op het plafond. En ik zou naar boven lopen om het rolgordijn te pakken. Dus ik zei, pap. Ja, ik zeg, kan je komen? Nou, het is er dan. Ik zeg, ja, spin. Ze had even die spin weggehaald. Want ja,
Waarom zou je het niet even je ouders laten doen als je er zelf doodsbang voor bent? Kijk, als ik alleen ben, moet ik het wel doen. Maar het was nu wel even een goede oplossing. Maar goed, dat wordt verder de avond niet heel bijzonder. Ik heb ook niet heel veel vlaggen gezien. Ik zie toevallig één vlag buiten, omdat koningin Maxima jarig is. Maar verder heb ik niet heel veel gezien. Dus volgens mij hebben niet heel veel mensen gevlagd. Maar goed, ik ga nu even lekker relaxen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is vandaag 18 mei. Ik ben klaargemaakt en ik ga zo hier lekker aan de gang. Alles moet weer eventjes schoon. De kattenbakken, de gang en de douche. Ik wil even een wasje aanzetten. Ja, het is alweer een week geleden en het kriebelt om nu weer aan de schoonmaak te gaan. Want het voelt nu echt alweer heel vies hier. Dus dat ga ik zo meteen lekker doen. Als het goed is, is het hoesje voor mijn iPod binnengekomen. Dus die moet ik zo meteen even uit de brievenbus gaan vissen. Ik moet ook even de kliko ophalen. En toch, het oude papier moet weg. De vuilnis moet weg. En het kattengrit moet weg. Dus dat moet ik zo even gaan doen. Ik heb gisteravond lekker... En nog even geswitcht en help helemaal eens klussen gekeken. En het was een heel jong stelletje. Die jongen was 23, kwam uit België. Zij was iets ouder. Ze scheelde 5 jaar, dus zij was denk ik 28. Kregen een kindje en die jongen had een schop onder zijn kont nodig, want het was echt nog een jongetje. En John die ging hem ophalen en inderdaad, hij wist ook niet wat het programma was en hij was heel meewerkend, ja. Jong kwam net kijken, zo voelde het een beetje. En uiteindelijk bleek dus dat hij ook best wel goed kon klussen. Dus daar hebben ze dat babykamertje gemaakt. Het was ook wel heel mooi geworden. Hij was uiteindelijk ook heel meewerkend. Maar John die trad echt een beetje als vaderfiguur op. Want hij had geen vader meer, die jongen. Dus en dan heeft hij een heel diepzinnig gesprek. Dus het was wel een mooie aflevering, maar het was wel bizar. Dan merk ik soms wel als jongens best wel jong zijn, dat het ook echt nog kindjes zijn. Zo stond hij er ook bij, echt als een klein kind. Dus ja, dat was wel apart. Ik heb nog een klein stukje van Ik Neem Je Mee gezien. Toen ben ik mijn foto's ook, foto's bewerken. Ik heb mijn artikel geschreven. Toen ben ik de Bold Type gaan kijken en ook weer Mokromafia. Maar ik vind het echt jammer dat er geen ondertiteling bij zit. Want ik heb soms echt moeite met het verstaan van wat ze zeggen. Goede tijden was wel weer eventjes een beetje drama. Het was weer een beetje tranen. Want het was nog steeds, het ging natuurlijk een beetje verder. Nu dat kindje er dan weggegeven was. Het was nog steeds wel heel zielig. Dus dat was iets minder. Maar goed, ik denk dat ik jullie er even bij ga zetten als ik de bakken ga inruimen van mijn... van mijn ondergoed, want ik ben nu als goed is niet zo heel lang bezig met alles, omdat het nu de week is van de niet grote schoonmaak. Dus ik ben wat sneller klaar, dus dan ga ik dat nog eventjes doen. Maar ik ga nu eerst even waspakken en zorgen dat de kliko terugkomt en al het vuilnis naar buiten gaat, want dan ben ik dat in ieder geval ook weer kwijt. Nou, het begint nu net te regenen, dus ik ben net voor de bui binnen, maar ik heb dus het pakketje binnen gehad. En dit is dus het hoesje. Dus ik ga gelijk even kijken of die past. Dan heb ik hier ook de screen. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat dit gaat passen. Dus ik ga straks even kijken of dat dit allemaal lukt. En dat zou mooi zijn, want dan is die compleet. Maar ik ga nu eerst even verder met de schoonmaak, want ik heb nu net de kattenbakken klaar. Kan ik nu de gang gaan stofzuigen en twijlen en afnemen.
de middelste laten dus netjes gemaakt. Die ziet er dus nu zo uit. Dus alles weer netjes geordend. Broekjes bij broekjes, setjes bij setjes. Hier zit allemaal zwemkleding in, maar dat moet ik een keer uitzoeken. Want volgens mij pas ik de helft niet meer en ik zwem toch nooit. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat dit er weer in zit. Dus ik kan het in ieder geval weer normaal dicht. Dan wordt het niet elke keer zo'n zoektocht. Dus dat is heel fijn. Ik ben ook heel blij met het hoesje, want ik heb hem eromheen zitten om de iPod. En ook de screen zit er al op. Ik heb zo goed opgelet zondag dat ik nu ook heel netjes screens kan plakken. Dus ja, helemaal blij mee. Het was wel even een zoektocht, want er staat niet duidelijk bij welke versie dit is. Op het doosje staat 2020, maar ik zag eigenlijk alleen maar versies van 2019 of eerdere versies. En daar kon je dan nog er zat zeg maar zo'n rondje aan, daar kon je een koord aan hangen en dat heeft deze niet. Maar ja, ik vind hem zo eigenlijk wel heel tof. Nu kan ik hem ook lekker gaan vullen en is hij gewoon goed beschermd. Dus dat voelt wel heel fijn. En ik vind het wel leuk marble, want ik heb ook mijn hoesje van mijn AirPods is ook marble. Dus ik vond het wel heel erg leuk. Ik ben ook wel weer heel blij. Alles is lekker klaar. De douche is weer helemaal schoon. De gang en dan lekker die kattenbakken helemaal schoon. Ik kan er altijd wel heel blij van worden. Ik was ook super blij dat ik echt net voor de bui binnen was. Want toen begon het los te gaan met de regen. En ik dacht, nee. Maar goed, ik was al lekker binnen. Dus alles lekker gedweld, stof gezogen. Dus wat dat betreft is het helemaal weer fris en dan gaan we morgen gewoon weer verder. Maar voor nu is het in ieder geval wel eventjes heel fijn. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik vanavond denk ik nog wel even switchen. Je hebt vanavond de Snackmasters, die ga ik kijken. Dat vind ik echt heel erg leuk. En vier handen op één buik. Ik neem even wat programma's op. BN'ers in het ziekenhuis gestalkt en ook... Levenslang met dwang. Ja, ik heb een beetje gezeik. Ik had mijn wasdraaier en ik heb een nieuwe wasverzachter gepakt. En die fles die viel dus uit het mandje zo vol op mijn gezicht zo. Dat was niet zo fijn. Zij is een beetje op mijn bril geklapt, maar ja, ik denk niet echt dat er wat mee is of zo. Maar ik schrok er eventjes van. Dus ik moet het ook weer eventjes een beetje recht gaan zetten. Maar ik had nu Lenore gepakt en dat zijn een beetje van die grotere flessen, zeg maar. Maar goed, vier handen op één buik kijken. Daarna moet ik verder met foto's bewerken. Ik wil de vlog afmaken. Ik wil eigenlijk nog een artikel vandaag online krijgen. Dus ik ga even kijken of ik dat tussen de reclames door kan doen. En verder ga ik vanavond weer de Bolstijl kijken en Mokro Mafia. Dus het is niet echt een hele spannende avond, maar een beetje basic. Maar wel lekker. En daar gaat de regen weer. Ja, ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een belletje ook naast. En als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij je volgende video weer te zien. Doeg!